Het Vlaams onderwijs, dames en heren, behoort, en nog steeds mag ik zeggen, tot de absolute top. En als ik spreek over top, heb ik het niet alleen over de Europese top, maar zelfs over de wereldtop. En wie ben ik om dat te zeggen? Dat zeggen gerenommeerde instanties, dat zeggen diverse experten. Anderzijds mogen we ook niet zelfgenoegzaam zijn in Vlaanderen. We verliezen terrein op een aantal vlakken. Wij hebben minder sterk presterenden dan vroeger. De zwakkeren in de middengroep scoren ook nog altijd beter dan het OESO-gemiddelde, maar minder goed dan voorheen. We hebben heel veel taalachterstand bij kinderen met een migratieachterstand. We hebben een zeer laag percentage in het hoger onderwijs, na ons secundair onderwijs, enzovoort, enzovoort. En dus willen wij veranderen wat moet veranderen, willen we die pijnpunten aanpakken. En zo komen we tot een reeks van doordachte maatregelen. En we beginnen in het basisonderwijs om te eindigen op het einde van het secundair onderwijs. Wij hebben eerst de problemen gedetecteerd om vervolgens de gepaste antwoorden te geven. We beginnen daarvoor eigenlijk al op hele jonge leeftijd. We gaan kijken of onze kleuters voldoende Nederlands kunnen. We gaan zorgen dat dat taalaspect gedurende de hele schoolloopbaan meeloopt. We brengen de technische wetenschappelijke component in het basisonderwijs, ook in de eerste graad van het secundair onderwijs, zodanig dat kinderen dat wel degelijk kennen en dat ze op basis daarvan ook hun competenties kunnen herkennen. Om vervolgens ook tot een reductie te komen van het aantal studierichtingen, waar niemand nu nog door de bomen het bos ziet. Om vervolgens, en dat is dan het einde van de rit, om de leerlingen niet zomaar naar het hoger onderwijs te laten gaan, maar op basis van een oriënteringstest die niet bindend is, maar waarop men toch zich kan peilen naar wat is voor mij in dat hoger onderwijs al dan niet weggelegd. Ja, ik ben heel blij dat ik gekomen ben, want ik snap het nu wel beter. Ik denk ook dat er eigenlijk veel in dat masterplan staat. In de media lijkt het beeld soms dat er eigenlijk beslist is om niet te beslissen. Er zijn bepaalde knopen nog niet doorgehakt, dat komt nog in 2016. Maar er is ook al heel veel wel verwezenlijkd, dat wel in dat akkoord staat. En dat heel belangrijk is volgens mij over het lager onderwijs, over taalvereisten. En daar ben ik heel blij om, omdat ik daar nu een beter beeld van heb. Voor eerst vind ik het goed dat in de eerste graad, het eerste leraar van de eerste graad secundair onderwijs, het geen eenheidsworst zal zijn, maar dat men met de extra uren of de gedifferentieerde uren zal kunnen de kinderen ofwel een keuze laten maken ofwel gedifferentieerd onderwijs aanbiedt, zowel verdiepen als remediëren. Ik vond het bijzonder verhelderend en duidelijk. Er zijn toch een aantal punten die voor mij hier goed aan bod zijn gekomen en die mij meer inzicht hebben gegeven in bepaalde aspecten van het masterplan, die in de media toch wel anders zijn afgeschilderd. Dus op dat vlak is het wel zeker en vast een verrijking geweest. Ik denk inderdaad dat het belangrijk is om de vele sterktes van ons onderwijs, dat inderdaad bij de wereldtop is, om die te kunnen behouden. En daarom moeten we hervormen, de knelpunten zeker aanpakken, maar hervormen op een rustige en verstandige manier. Niet alles overboord gooien, een compleet nieuw model, maar tene quod bene, behouden wat goed is en werken aan de uitdagingen die er ook nog zijn.